Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer is per 1 maart wederom overgegaan tot het ophalen van huisvuil overdag. Dit betekent dat de vuilophaalwagens nu tussen 8 uur 's morgens en 5 uur 's middags langskomen. Aan dit besluit ligt een aantal aspecten ten grondslag. Wij spraken hierover met directeur Bholanath Narayan van Openbaar Groen en Afvalbeheer. Inderdaad, de tijden zijn veranderd. We hadden eerder al klachten vanuit de aannemers. Je had te maken met een aantal die toch nog zeiden van laten we doorgaan in de avonturen. Maar merendeel zei nee, het is beter dat we dus in de ochtend weer doen. Reden waren aangegeven dat 1. In de ochtenduren, vooral wanneer alle kinderen naar school zijn, mensen aan het werk zijn, het verkeer is niet meer zo druk. In de middag dan zie je bijna overal files, grote files. Dus storten op de Velserplatz of Narnbibo werd als een groot probleem ervaren. Dat is één. Tweede zaak wat bij kwam kijken is ook, de aannemers hebben gezegd, als je dus 10 uur 's avonds op de Velserplatz bent en je voertuig gaat stuk, je moet misschien soms een klein onderdeeltje komen, dat kan niet. Ook monteurs haal je niet uit bed, zo laat, 10, 12 uur, whatever. Ging vreselijk moeilijk. En je weet, ik ga je wel zeggen, een kraakwerkswagen is een dure grap, het kost heel duur. Ik denk geen een van de aannemers hebben een nieuw kraakwerkswagen, want die kost in de orde van 80.000 tot 100.000 euro, heb ik begrepen. Kan ook verschillend zijn, hangt af van hoe geavanceerd die zaken zijn allemaal. Welk model kiezen, wat weer allemaal. Dus, dat is maar is een duur grap. Dus we hebben gezien dat mensen, vooral in Nederland houden ze afschrijving, etc. Dan gaan ze daar, die kopen hun machines daar, misschien sommige 20.000, 30.000 euro, etc. Dus dat valt nog te doen. En dan heb je te maken ook dat die auto's ook stuk gaan, ook niet alle wegen zijn geasfalteerd. We hebben ook te maken met zandwegen, etc. We hebben toen ook het beleid een beetje omgegooid, oké, voor die zandwegen, dan moet daar niet meer ook een pick-up inzetten. Waardoor in die zandwegen die grote trucks niet gaan, want die gaan die wegen nog kapot maken. Dus die voorzieningen zijn al getroffen, maar soms regent het zo dat zelfs een pick-up moeilijk begaanbaar is in die zandwegen. Maar er worden dus voorzieningen getroffen door afdeling wegen, dat die wegen toch begaanbaar worden gemaakt. Anders zou ik dat ook bij eens komen kijken, die verlichting op de stortplaats. 'S Avonds is niet van dienaar. Maar ook bij ophaal hebben de mensen ook af en toe geklaagd. Niet alle wegen zijn even verlicht, sommige zijn donker en bij ophaal. Je wil een zakje pakken, soms wordt het, je ziet een zakje niet, dan wordt het niet meegenomen. Maar ook hebben we gevallen gehad, van de aannemers hebben geklaagd. Je denkt dat je een zak gaat pakken, komt dan plotseling een slang in je hand. Omdat die beesten zoeken ook naar voeding. En ze ruiken ook, ze weten dat in die zakken voeding zijn. Dus al die zaken hebben we ook goed bestudeerd. En toch gekozen voor overdag, kunnen we doen. En dan op de stortplaats, 's avonds, heb je geen probleem ook. Ook met de bewakers, we willen dan s'avonds niet te bewaken. En dan in de ochtenduren, wanneer het licht is, dan kunnen we alles makkelijker doen. Maar ik mag u zeggen, we gaan weer naar ochtend, we gaan kijken hoe het loopt. En als de gemeenschap zegt van nee, liever s'avonds, dan gaan we kijken, we gaan evalueren. We zijn al begonnen, want elk jaar wordt er nieuwe aanbestedingen gehouden. Dus we gaan proberen, wat zijn weer de knelpunten die overdag. En dan gaan we kijken, als het niet loopt, niet goed loopt, en de gemeenschap zegt nee, laten we het liever s'avonds, dan gaan we die maatregelen die getroffen moeten worden wel treffen, dat het s'avonds toch goed wordt opgehaald. Nee, alles is uitbesteed, we hebben zelf geen wagens. Eerder 10 jaar terug of 15 jaar terug, had de dienst, heb ik wel begrepen, eigen karakters. Er waren ook niet veel, 4 stuks of et cetera. Maar die waren ook oud geworden en dus die zijn ook op de verkoop gedaan, op de peiling gedaan, maar momenteel wordt alles uitbesteed. Voorlopig niet. U kent de situatie, financiële situatie in het land. We gaan kijken wat de mogelijkheden zijn later, misschien over enkele jaren, maar nu wordt alles uitbesteed. Er was ruis, je had te maken soms met bepaalde tijden, had je situaties waarbij meer stank was, er waren ook vliegen. Dan de buurtmensen, de mensen die daar wonen, hebben te veel te kampen gehad. Het is niet netjes, niet prettig, als je de stank elke dag moet ontberen, etc. Maar in elk geval, wij proberen van openbaar werken, openbaar groen afval, weer alles in het werk te stellen. Er wordt nu regelmatig gespoten voor de vliegen. En ook als het gestort is, proberen we gelijk af te dekken. Wanneer je dus niet gaat afdekken, dan krijg je een situatie dat er stank komt. Het probleem af en toe krijgen we, vooral met de grote regen, dat de mensen die belast zijn met levering van zand, dat er achterstand komt. Omdat de putten raken vol met water, etc. Dan ga je niet meer aan
stand komen. Maar we hebben met de mensen ook gesproken van kijk, sla een voorraad op, zodat wanneer het regent, et cetera, dat je toch door kan gaan. Dus we hebben met de aannemers ook daar gesproken van hou een extra voorraad, zodat je wanneer het echt hard regent en die putten lopen onder water en die wegen naar de putten ook, zijn soms erg beroerd, dat heb ik zelf gezien. Dat die trucks met lading, zijn grote ladingen, 10 kuub en meer, dat die komen vast te zitten zelfs. Dus dat zij ook proberen wat maatregelen te treffen, dat die weg constant begaanbaar wordt. Daar gaat het om. Maar het lukt wel. Met kunst en vliegwerk proberen toch dat de mensen van de buurt weinig last van gaan moeten ondervinden. Inderdaad, er zijn wat plannen, nog niet concreet. Er zijn een aantal stappen gedaan in die richting. Ik moet haasten om te zeggen dat de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Santokki, op meerdere gelegenheden heeft benadrukt dat het probleem van vuil storten, de aanpak een andere moet, op een meer milieuvriendelijke manier. Daar hebben we in de tijd al een aantal maanden terug Expression of Interest gelanceerd, dat mensen vanuit lokaal dus, nationaal, ook internationaal bedrijven kunnen inschrijven. Ik heb begrepen momenteel zijn, en ik heb ook drie lokaal bedrijven gehad die geïnteresseerd zijn, en 7 van het buitenland. Nu zijn we bezig met het schrijven van TOR. En dan kijken we uit hoe het verder uitpakt. Maar er zijn plannen natuurlijk. Eén is om te verplaatsen, ander is dat we misschien een nieuwe locatie krijgen. Dat is in het kader van verplaatsen of hetzelfde plek, maar op een zeer milieuvriendelijke manier dat we te werk gaan, dat mensen de omgeving geen last van ondervindt. Dus in die richting wordt het zeker gewerkt en het is ook nagedacht. Ook de minister van Openbare Werken, dokter Riyad Noor Mohammed, heeft een aantal keren benadrukt dat we ook haast moeten maken met dit project. En hij zelf ook ondersteunt het project ten zeerste. Inderdaad, het project Konidoti is het ministerie van Rom, heeft een rol daar zeker. En die rol van het ministerie is als trekker. En wij van Openbare Werken ondersteunen dat project. De consultant is ILACO. En we hebben 2 financierders. Eén is UNIDO, de financierder, en de co-financierder is Fernandes. En nu wordt in deze periode al gedaan aan awareness. En dus bewustzijn bij de mensen. En als pilot is gekozen Blauwgrond, een omgeving. Dus die awareness is al begonnen. Dat de mensen weten waar het aan toe zijn, wat ze moeten doen. Ze krijgen, ik denk, 3 of 4 zakken thuis. Dat ze afvalstromen allemaal moeten scheiden, diverse afvalstromen. Dus daaraan wordt gewerkt. Dat de mensen bewust worden gemaakt waar we aan toe zijn, als pilot. En als het succesvol loopt, dan gaan we direct overstappen naar andere gebieden ook. Dus dit is als pilot. En elk eind van de maand, dus woensdag, elk woensdag, eind van de maand, wordt dan opgehaald. Dus dat traject gaat dus vanaf eind deze maand woensdag lopen, dat met ophalen bezig gaat zijn. Ze hebben dus hun aannemers ook aangetrokken die dat moet doen. Maar dus van nu tot eind van de maand wordt aan awareness gewerkt, zodat de mensen precies weten wat ze moeten doen, in welk zak, welk vuil ze moeten dumpen. En zodat dus die scheiding plaatsvindt. Ik moet u zeggen, ze krijgen verschillende soorten zakken. Want dat is de scheiding bij de bron. Je hebt 2 manieren van scheiden. Je kan bij de bron, dus niet doen we bij de bron. Dat is het beste. Je kan ook bij de stortplaats gaan scheiden, maar dat wordt een ramp met alles organisch, anorganisch materiaal dat je daarop krijgt. Dus het beste is dat ze verschillende soorten, kleuren, zakken krijgen. En waarop staat, hierin moet huisafval, keukenafval, hierin moet textiel gaan, hier moet glas gaan. Dat is het beste. En je kan ook recyclen. De bedoeling is dat je afval gaat recyclen. In de wereld praat men niet eens over vuil, men praat over energie. Je kan energie opwekken en er wordt hard business gedaan met afval. En die mogelijkheden moeten we ook in Suriname creëren. Mensen interesseren dat ze dus in afval ook een business kunnen doen. En daar maken we ook mensen bewust van, kijk, er zijn diverse categorieën van afval. En je maakt bijvoorbeeld banden. Er wordt zoveel banden op de stortplaats gegooid. Eerder was het allemaal door elkaar. Ik heb direct gezegd, nee, alle banden op één hoek. En er zijn mogelijkheden met recyclen van banden. Je kan heel wat slippers maken, et cetera. Je kan voor asfaltlaag gebruiken, et cetera. Dus de mogelijkheden zijn. We moeten vooral de private sector interesseren om ook te investeren in die sectoren. En gekozen is ook vooral het ministerie. We gaan werken met die PPP-constructie, private-public, dat zij ook betrokken worden, partnership.
public-private partnership. Dat bedrijfsleven ook kan meehelpen, meedenken. Zo hebben we laatst een overeenkomst getekend bij DC Bola van Noordoost. Waarbij een aantal bedrijven ook betrokken zijn. Dat zij ook een handje mee willen helpen. Zodat de binnenstad bijvoorbeeld veel schoner, veel aantrekkelijker eruit ziet. Ze zijn heel erg positief. Heel erg positief. Omdat dat heeft te maken ook met de totale gemeenschap, met ook het milieu. Het is nooit goed dat alles op één hoop wordt gedumpt, vooral, et cetera. En het is dus altijd milieuvriendelijk dat je die afval gaat scheiden. En dan, ik heb begrepen dat tot nog toe, we hebben geen geluiden gehad dat het niet goed is. Alle mensen juichen het toe. Hoe eerder, des te beter zelfs. Nou, we gaan kijken dus hoe het loopt, dat zaakje van die afvalscheiding. En dan na verloop, dan wordt er geëvalueerd natuurlijk, dat hoe het is gegaan. Wat zijn de kinderziektes geweest, et cetera. Er moet een goede evaluatie gemaakt worden. En dat vooral als het gekozen wordt om verder te gaan, dat ook gelet wordt op die kinderziektes, zodat het steeds beter gaat.